Afgelopen weekend was Udo Ede aan de beurt. Zaterdag Kiyomi Junior en dit is de uitslag. Kiyomi Junior is uiteindelijk tweede geworden en Quad Under 14 is eerste geworden. Ik ben hier met Kim de vlogger op Udo. Ze noemen mij Romano. En wat zeg je nog meer op een vlog? We gaan naar de Mackie straks. Lekker! Kip met zoetzure saus. Als je barbecue saus, hou je niet van kipnuggets. Ik neem altijd mijn kipnuggets met barbecue saus. Sorry Romano. Maar goed, we gaan door naar de zondag. Let's go. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag 2 april en ik heb vandaag weer een Udo-wedstrijd in Ede. Het was officieel Drieten, maar het is nu Ede. Ik heb net mijn koffer ingepakt en ik moet nog een paar dingetjes inpakken. Waaronder mijn eten en mijn drinken en mijn hoed moet ik nog in de auto neerleggen. De make-up heb ik al gedaan. Het is echt, ben ik niet gewend meer. Maar goed, we gaan ervoor. Teamkleding heb ik hier onder al zitten, plus mijn zwarte schoenen. Make-up zit hier. Hier komt grotendeels mijn eten en mijn drinken, want duo kleding heb ik zo goed als aan. Ik doe namelijk dat oranje dingetje aan met een zwarte topper boven, maar die heb ik niet. Die neem maar loose voor me mee. En ik neem zo die trui mee, want die doe ik aan en ik doe die schoenen ook aan. Oh, mental, I'm ready. Ik ben nooit zo op tijd klaar. Dat is echt nieuw. Dat is echt nieuw. Oké, poging nummer 3 om dit te vertellen. Ik was er gisteren ook bij, want Junior die moest gisteren en die is tweede geworden. Beter dat wij ook gewoon even een top 3 pakken. Dat zou heel leuk zijn. Maar goed, ready to go. Ik ben net afgezet door mijn ma, die is ondertussen al weg. Maar we zijn weer in Ede. En ik weet nog niet of ik de eerste ben of dat er al mensen zijn, maar daar komen we snel van achter. Het ziet er echt uit als een zwerver die op een camping staat. Maar goed, either way, ik ben er. Oh, er zijn al mensen. Hola, dat is Lindsay denk ik. Oké, lachen, nice. Yay. Good morning. Hi. Eenmaal aangekomen op de locatie hadden wij even de tijd om op het podium quad en duo te oefenen. Eigenlijk best wel fijn, voordat de wedstrijd begon kan je gewoon even het podium op en kan je gewoon lekker je ding doen. We zijn op locatie, we zijn even aan het oefenen. Yay. En dan gaat ze beginnen. Het loopt wel aardig vol op dit moment. Zoals je hier kan. Nou, let's go. En toen was het tijd voor de solo van Sam en Rachel. En ook natuurlijk de solo van Ander Roos. Woo! Let's go! Hey! Hey, lekker! Hey! Daarna was het tijd voor de duo van Ander Roos en Emily. Naast de solo's en de duo's doen wij ook dit jaar mee met quads. En hier zijn er een paar on stage. Let's go! Alles geven! Let's go! Let's go! Het is heel koud. En dan komen zo de awards van de kwad en zo. Lindsay heeft mijn haar gedaan en we gaan even een broodje halen. Want ik heb honger. Gaan we dan. Ik heb breken. Ondertussen had Rachel te horen gekregen dat zij door was naar de finale met haar solo.
dus hierbij haar solo. En na heel lang wachten konden wij eindelijk ons omkleden voor onze duo van Marloes en van mij. Nou, we gaan op met duo. Let's go. En ik moet als een gek mijn telefoon nu wegleggen. Ah, stress, stress. Hoi Kimmy. Wat voor prijs heb je net gewonnen? Derde plek in wat? Hadden we dat verwacht? Nee. Absoluut niet. Ik moet plassen, maar ik moet jou filmen, dus geen plassen voor mij. Sam, dit is Kim's vlog. Hoi Kim's vlog. Ik ben even aan het vloggen. Vlog takeover. Weet je waar ze is? Daar volgens mij. Ik heb echt super veel gevlogd. Ja, we staan. Emily die had voor de grap in slow motion gefilmd en dat zag er dus zo uit. Degenen die alvast door zijn naar de finale zijn Ashley en Pancho, Rebecca en Sam, Jaël en Trulli en Faya en Ruva. De rest dan nog een extra ronde om in de finale te komen. Duo tweede ronde gehad. Het ging op zich wel redelijk. Maar er zijn wel wat fouten gemaakt. Ik ga even de power weg pakken. Er zijn wel wat fouten gemaakt omdat de beat echt heel, heel raar was. Maar ja, hoort erbij. We hebben ons goed herpakt. En meer dan dat kunnen we niet doen op dit moment. Dus we wachten nu op de uitslag. En dan hopen dat het goed is. Dat zijn wij! En don't go yet, don't go yet. Tijd voor de finale van Duo. We hebben echt letterlijk net gehad. Ging op zich wel goed. We begonnen goed op tijd. Alleen we maakten een paar foutjes, maar we hebben het wel goed opgepakt. Nu gaan we klaarmaken voor team. En wacht op de uitslag. That's it. Hopen op een top 3. Daar hebben wij op de derde plek Rebecca en Sam. Op de tweede plek. En dan de winnaars, dames en heren, Jaël en Trulli. Helaas geen prijs met duo, maar we gaan ons nu klaarmaken voor team. Duo, Marloes en ik waren uiteindelijk zesde van de 16 duo's geworden. Dat is al heel wat, want wij komen nooit in die finale. Maar nu is het tijd om klaar te maken voor Kiyomi Elite. Unique.
Nou, alle teams zijn geweest en toen was het tijd voor onze quads over 18. Nou jongens, zal waar het zijn. Let's go. Zin in. Ik ben heel benieuwd. Ben ik wel? Wat zei je nou? Ik weet nu zeker dat we gaan winnen. Vorig jaar zei ik geen hoop. Gaan we winnen? Ja. Yeah. Gaan we winnen? Of course. Gaan we eerste worden? Ja. Yeah. Ik hoop het. Nou, na een hele mooie, maar zware en lange en vermoeide dag gingen we eindelijk naar huis. Dit heb ik eraan overgehouden van mijn make-up eraf halen. Ja, het doet best wel veel pijn. Maar goed, we gaan vrolijk door. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En next up is Udo Eemnes uit mijn hoofd. En dat is ook gelijk het Nederlands kampioenschap. Dus wie weet zie ik jou daar. Vergeet zeker niet te abonneren, want het NK en het EK komt er dus ook heel snel aan. En dan zeg ik tot de volgende keer.